Jamiro Monteiro in de race voor de bovenste plaats. Is dit denk ik wel een hele belangrijke overwinning, hè? Ja, dit is zeker een belangrijke overwinning. Maar ik denk dat elke wedstrijd eigenlijk heel belangrijk is. En dit geeft ons veel vertrouwen. En dan dat we dit ook zeg maar naar volgende week kunnen meenemen. Het lijkt me een verdiende overwinning met alle kansen die jullie gecreëerd hebben. Het komt wel laat tot stand. Hoe kan dat? Ja, klopt. Ik denk, verdedigend stonden zij ook heel goed. En wij vooral zeker ook. Maar we speelden gewoon met heel veel geduld. Ik denk dat iedereen met veel geduld speelde, niet te haastig. En dat deden we heel goed, waardoor we eigenlijk de laatste kwartier gewoon scoren. Heb je gevreesd dat je er zelf af moest nadat je een gele kaart kreeg? Ja, dat eigenlijk wel. Want nadat ik die gele kaart kreeg, begon de scheidsrechter me ook de hele tijd te waarschuwen. En af en toe keek ik wel even naar de zijlijn of de trainers me eruit zouden halen. Maar die geval kwam niet eigenlijk. Speelt het in je achterhoofd mee dat je een gele kaart hebt bij duels die je dan moet aangaan? Of ga je dan gewoon nog steeds vol in? Soms denk je er wel aan. Maar als je er juist aan denkt, dan komt die gele kaart juist. Dus ik denk dat je gewoon je bal moet zijn voor die gele kaart en gewoon blijven voetballen. Gewoon de duels ingaan. Uiteindelijk is één onderschepping wel erg belangrijk van je geweest, want die levert uiteindelijk het doelpunt op. Kun je het beschrijven voor ons? Ja, klopt. De linker middenveld wordt werd ingespeeld. En waardoor ik goed oplette en ik veroverde de bal. En ik zag dat Bart helemaal vrij stond en diep liep. En gaf ik hem de bal mee, waardoor hij hem goed de ring prikt eigenlijk. Jullie hadden even vrij vanwege interlandbreak. Was dat lekker of had je zoiets van, ik had ook wel willen voetballen? Ik zelf had geen vrij, want ik had interland. En ik was daar dan 10 dagen. Ik had zelf een wedstrijd, 2 wedstrijden tegen Sporting Lissabon en Luxemburg. Tegen Sporting Lissabon speelden we 3-3 en Luxemburg 2-0 gewonnen. Dus ik had geen vrij eigenlijk. Voel je dan nu vermoeidheid na zo'n wedstrijd? Nee, die vermoeidheid voelde ik niet echt. Maar ik had ook genoeg rust om deze wedstrijd gewoon te kunnen spelen. Dus vermoeidheid ken ik niet. Jullie winnen 2 keer met 1-0 van Emmen. Dat betekent dus dat jullie ook 2 keer de 0 tegen ze houden. Staat het verdedigend allemaal überhaupt wat beter sinds een paar maanden? Ja, ik denk vooral als je vandaag keek, stonden we verdedigend heel goed. Dus sowieso complimenten naar de verdedigers. En dit doen we als team. Dus zeker complimenten naar het team eigenlijk. Nu vrijdag NAC, dat lijkt me ook geen gemakkelijke tegenstander. Dan is zo'n overwinning denk ik vandaag wel een extra boost naar die wedstrijd toe. Ja, dit is zeker een extra boost, zoals ik al net zei. Ik ben heel blij met dit en het is mooi om dit mee te nemen naar volgende week. Is zo'n wedstrijd tegen NAC dan een beslissende wedstrijd of denk je dat er daarna ook nog wedstrijden genoeg zijn? Elke wedstrijd is eigenlijk beslissend. Ik denk dat we gewoon elke wedstrijd moeten winnen.